Ja, ik werk natuurlijk heel divers. Ik heb met hout gewerkt, ik heb met tekeningen gewerkt, ik heb met schilderingen gewerkt. En de essentie van mijn werk is toch, als ik het zo naga, dat de mens verbonden is met de geestelijke wereld. En dat is in het begin vooral tot uiting gekomen met Bijbelverhalen. Ik heb heel veel van Bijbelverhalen heb ik verbeeld. Dus altijd was ik wel bezig met de mens ten opzichte van de grote geestelijke wereld. Dat is wel de essentie. En dat vooral door licht en ruimte in mijn tekeningen te laten. Dat is dan een stille verkondiging. Dat de geestelijke wereld daarbij betrokken is. Maar ik ben altijd wel zoekende geweest van wie is de mens hier op deze aarde en waarom zitten we hier en hoe is de verhouding tussen mens en God. En toen op een gegeven moment ben ik een studie gaan doen voor kunstzinnige therapie aan de Hogeschool in Leiden. En toen ben ik in aanraking gekomen met de antroposofie. En dat gaf wel een extra dimensie. Ik stond er ook wel open voor, moet ik zeggen. En dat is vooral gekomen omdat ik na 27 jaar gestopt ben met lesgeven. Ik ben overspannen geraakt. En toen kwam de ruimte om me bezig te houden met allerlei andere ideeën. En dat mondde toen ook uit in die kunstzinnige therapie. En ik kwam steeds losser te staan van de Bijbelverhalen. Tenminste de strikte vormgeving ervan en de strikte ideeën ervan. Nou ben ik nooit zo echt strikt geweest. Maar toch. Ik heb het instituutkerk wel losgelaten. Minder verbonden aan het verhaal, strikte verhaal. Als tekenaar, als kunstenaar ben ik gek op lijnen. Lijnen trekken. En vroeger zat het heel sterk ook in contouren. En dat zit er nog wel in. Zoals ik in het begin werkte met houten latjes, waarbij ik vak creëerde en die vakken kleurde met leer. Op een gegeven moment vond ik dat zo strak worden, die contouren. Ik denk ik moet loskomen. En toen ben ik veel meer gaan schilderen en gaan tekenen. En omdat ik vaak niet wist wat ik wilde tekenen, op welke kant ik op wilde gaan, dat ik zomaar een papier had en er lijnen opzette en die lijnen moesten dan wat worden. En dat is heel los, dus de fantasie kreeg steeds meer ruimte, het losse kreeg steeds meer ruimte. Ja, dus je vroeg wat heb je ervoor nodig, wat is je talent? Als ik denk aan het borduren, dan is het dus die discipline opbrengen en het geduld opbrengen. En als ik denk aan hout, ja, dan moet je een werktekening kunnen maken. Als ik denk aan schilderen, dan moet je weer de losheid hebben om zomaar ergens te beginnen, ook met tekenen. En als je niet zomaar ergens begint, moet je de discipline hebben om het strikt zo iets uit te denken. Je moet naast je fantasie ook kunnen uitdenken van welk plan heb ik en welke stappen moet ik zetten om dat te bewerkstelligen. Ik kom uit het onderwijs, ik heb 27 jaar voor de klas gestaan. Dus ja, het eerste wat je leert toen de tijd op de kweekschool is, wat is je plan, wat is je werkplan, hoe ga je die les aanpakken, wat is het begin, wat is het middenstuk, hè, de instructie, en hoe rond je het af en hoe overhoor je het. En nou ja, dus heel dat schematisch denken en een leerplan opzetten, dat heeft me heel erg gestructureerd gemaakt. Het zit er natuurlijk ook in dat ik zo ben. Van jongs af aan heb ik getekend. Maar ik was geen goede tekenaar. Ik was misschien iets beter dan andere kinderen, maar nee hoor, ik was geen goede tekenaar. Echt niet. En voordat ik me zelf als kunstenaar durfde
uit te spreken. Dat heeft heel lang geduurd. Van wanneer ben je nou kunstenaar? Ik weet bij de kunstenaarsvereniging waar ik lid van was, daar kwam ook vaak de discussie, moeten we nou mensen van de academie binnenlaten of ook amateurs die zichzelf dus wat hebben aangeleerd en geoefend hebben. Dus een self-supporting lui, ja, autodidact. En die discussie, er kwam geen einde aan. Dat is ook niks. Maar er waren amateurs, er waren dus autodidacten, die zulke goede ideeën hadden, zulke technieken hadden ontwikkeld, dat ja, nou, die zijn hartstikke goed. Dus nou, er geen pijl op te trekken. En dat stimuleerde wel op een gegeven moment dat ik vertrouwen had in mijn eigen kwaliteiten. Ook al was het dan niet ook op academisch niveau. Ik zeg, nou, ik kan mijn ideeën kan ik tot resultaat brengen. Ik noem mezelf kunstenaar. Daar moet ik niet moeilijk over doen. En hoe meer ik naar buiten ging treden met exposities. Kom, hier heb je mijn visitekaartje. Ik ben kunstenaar. Nou, die uitdaging is bijvoorbeeld. Voor dit moment is de uitdaging mijn Persisch tapijt. Omdat ik dat gestalte weet te geven. Maar dit is al met dat kleed, want het kleed daar, dat vond ik al een hele uitdaging. Want dat heb ik ook vanaf een foto, heb ik dat helemaal op papier ontworpen. En daar heb ik 3,5 jaar over gedaan, om dat gestalte te geven. En dan is het ook weer speciaal, want omdat het symmetrisch is, heb je links en rechts. En dan maak je de tekening voor links en dat ga je dan maken. Maar als je het goed wil doen, moet je de tekening rechts ook maken. Dus moet je hem helemaal in stieke spiegelbeeld, dan moet je hem ook weer tekenen. Nee, tuurlijk wil ik verkopen. Toen ik die meubels maakte ook, ja, dan wilde ik opdrachten hebben. Dat borduurwerk, nou, dat is niet te betalen. Dat is niet te betalen. Nee, kijk, als je 3,5 jaar lang aan zo'n ding gewerkt hebt, ja, dan vind ik het moeilijk om weg te doen. Dan moet er een flinke prijs voor betaald worden. Ik wou zeggen van. Dus ik kan van alles afstand nemen, daar heb ik geen moeite mee, ik kan alles verkopen. Dat is wel zo. Er zijn kunstenaars die zeggen, oh nee, maar dat heb ik gemaakt. Zonde, ja nee hoor, dat kan ik niet weg. Nee, dat heb ik niet. Als ik het gemaakt heb en ik zie dat het is geworden wat ik wilde, nou, dan moet ik misschien een week houden of zo, maar het kan direct weg. En verder, ja, ik heb geen uitdaging voor de toekomst, want dat wil ik ook nog eens bereiken. Ik denk niet zo ver vooruit, gewoon, dit is mijn werk. Ik wilde wel steeds complexer werken.